lopen bij het actieweekje af van het AOC Terra in Winsen. Wij zijn hier vandaag met meneer de Bekoor van het AOC Terra en we gaan hem interviewen over de pepermunta-actie. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Nou, we zijn op het idee gekomen heel lang geleden eigenlijk. Want toen, vorig jaar was al bekend dat we die actie gingen doen. En toen was ik een keer bij een plaatselijk bedrijf in Winsen. En dan zag ik dat ze pepermuntjes verkochten, Wilhelmina pepermuntjes. En dat je daar dus voor een bepaalde actie een speciaal wikkeltje voor kon laten maken. En dat daar best wel geld mee te verdienen was. En toen heb ik daar navraag naar gedaan. En het bedrijf die was daar ook wel voor in. Dus die had daar ook wel ideeën over. En toen we dus de eerste actievergadering hebben gehad in januari, toen heb ik dat idee naar voren gebracht. En dat was gelijk eigenlijk dat iedereen daar wel voor te vinden was en mee eens was. En toen hebben we dus de zaak in werking gesteld. En hebben we de eerste bestelling gedaan. Oké. Hoeveel doosjes zijn er ingekocht en verkocht? Nou, we zijn ervan uitgegaan dat we al wel 500 mensen op school hebben die willen verkopen. We hebben natuurlijk meer leerlingen. Maar 500 mensen keer 10 doosjes, dachten we. En dan kom je op een 5000 doosjes die we hebben ingekocht. En het is al heel hard gewerkt door leerlingen. En het meeste, ja, bijna alles is verkocht. Ja. Hoe is de verkoop geregeld? Nou, we hebben dat zo geregeld dat we eigenlijk van uitgaan dat ieder leerling wel 10 doosjes kan verkopen. Hè, naar familie, buren, opa's, oma's, vrienden. En zo kon iedere mentor, die kon voor zijn klas, per leerling 3 doosjes of 10 doosjes halen bij ons. Nou, dat ging niet helemaal goed, maar er waren heel veel leerlingen heel erg enthousiast. Zodat sommige mentoren wel een hele doos, met 4 doosjes per leerling meegaf en die ze ook verkocht hebben. Dus sommige klassen hebben helaas er niet aan mee kunnen werken. Waarvoor wordt het geld uitgegeven? Nou, de actie is natuurlijk voor Pavelja Street. Hè, een project in Rio de Janeiro voor straatkinderen. Die straatkinderen daar, die leven op straat, die leven en die slapen in kelders of dat soort dingen. En die zijn, wat ik begrepen heb, in het verleden op de drugskoer hier geweest en dat soort dingen. En die kinderen proberen ze daaruit te halen. Daarvoor gaan ze voetbaltoernooien onder andere organiseren. En door die kinderen bij die sportactiviteiten te betrekken, hopen ze ook dat ze onderwijs kunnen geven. Doet elk AOC-Terra deze actie? Nee, dit is echt een actie van de Groene School alleen. Iedere 4 jaar organiseert de Groene School een actieweek. Een actie 3-daags is het eigenlijk. Ja. En dat doen we iedere 4 jaar, zodat iedere leerling die op de Groene School zit, 1 keer meemaakt zo'n actieweek. En het is dus echt een actie, een activiteit van de Groene School. Wat is de verwachte opbrengst van deze actie? Nou, wij hebben 5000 doosjes ingekocht. En ze worden verkocht voor 2 euro per doosje. Ja, dat betekent dat we ongeveer ruim 6000 euro, 6200 euro ongeveer, verdienen aan de doosjes per munt. En wat rechtstreeks naar de actie gaat. En hebben nog andere bedrijven meegewerkt aan deze actie? Ja, zoals ik al zei, we zijn geweest bij het bedrijf in Winsum Assorti Plus, die onze doosjes heeft geleverd. Die heeft zelf daar een hele scherpe prijs van gemaakt, maar ook zijn leverancier, die heeft gezegd, ik wil aan deze actie meewerken en ik doe de prijs nog lager. Dus dat was het bedrijf Assorti Plus. En De Print, dat is een bedrijf Winsum die dus voor ons de wikkeltjes heeft geprint. En die daar ook heel veel sponsoring aan heeft gedaan. Nou, bedankt voor dit interview. Dit was meneer de Bekoor van het AOC Terra met de 2 reporters van het Actieweekjournaal. We zien jullie weer tot de volgende keer. Bye!